Hallo, kijk, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. We gaan weer lekker Brawl Stars spelen in deze video. En, zit een glitch. Ah, de glitch. Ik zag ze poot nou. Maar we gaan weer lekker spelen. Ik heb, zoals jullie zagen, tik naar 500. Oh, het is me gewoon gelukt. Zoals jullie zagen in die ene video die ik toen had geüpload, was gewoon goed. Ik heb nu Gold 50 gemaakt. Ik heb Spike 500. Rico, wist u al? Max. Ik heb Piper. Frank. Meneer P. En nu gaat naar B. En zo gaat het steeds minder. Zo zie je nog maar bijna. Nog maar gewoon 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 moet ik er nog. Maar B, die gaat toch. Lekker bezig geweest. Muntregen event is er. Ik heb tik op kracht level 7 gemaakt. En ik heb deze. Deze kan naar kracht level 8. Deze ook naar kracht level 7. 7. En deze nog steeds. Voor de rest een gadget voor deze. Gadget voor deze. En een gadget voor deze heb ik. En ik kan tandkrachtpunt hebben gezet op Nita. En ik heb hier bijna ook. En deze, waar staat hier Cold, die heb ik ook bijna. Maar ik heb coins aan het verzamelen met het event. Zo is het een beetje gegaan. Ik ga gewoon, nee! Overval met Bier. Oh, dat is zo'n domme keus. Oh, vooral is er, hey, dit is de overval. Het is de kratspelmap. Die heb ik al gespeeld. Hier speelde ik met Shelly, maar dat ga ik echt niet doen nu. Shelly heb ik 650 dit seizoen gemaakt weer. Dat is elk seizoen. Ja, het is een noob tik. Want tik die kan het best wat slimmer spelen. Ik ga gewoon in de verdediging werken. Verdediging. B gaat veel damage doen in de verdediging. Die tik moet uitgeschakeld worden. Maar ik heb een super shot die chill is. Doe ik zo. En dan wow. Oh. Boef, 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 boef. Zo, die is uitgeschakeld. Zo. En dan gaan we nu naar een kant. Oké, ja, deze winnen we wel. Dat komt ook door mijn team. Hoeveel damage doen we? 1300. Oh, we hebben zoveel damage gedaan. Kijk dan, 19. Ze hebben nog nul hits gedaan. Wat dan? Hoe dan? Hoe kan je nog nul hits doen? Gaan we volhouden met geen hits? Krijgen we gewoon winnen? Ik denk het niet, want nu kunnen ze dit doen. Oh, wat? Ze doen geen hits. Ze doen geen hits. We hebben nul hits gehad en we hebben gewoon gewonnen. Hoe dan? Perfect potje. Zo speel je gewoon een beetje. Je moet gewoon rustig spelen. 20 minuutjes er weer bij. En zo heb ik nu alweer gewoon lekker wat minuutjes. Het gaat redelijk goed. Qua trofee gaat ook steeds beter. Als je zo met alles zult gaan winnen, zou ik gewoon de 14k al kunnen hebben. Zoals je ziet, het gaat lekker. Maandag is het seizoen weer afgelopen dus. Bill die moet nog naar 600, dus dat gaan we ook doen. Ja, dat doen we ook gelijk in deze video. Shelly heb ik ook gewoon in Soda gepusht. Dit is een perfect begin altijd. Want ik ga nu hierheen. Dan pak ik deze kist hier. Dan heal ik even met de schoten. Want ik kan echt nu in gewoon twee schoten dozen openen. Maar daar ga ik niet mee mengen. Het zou kunnen, maar die Leon gaat toch winnen. De Weerwolf Leon, want die kan nu onzichtbaar zijn. Ja, die is onzichtbaar. Fiets. Fiets. Oh, Deadpoozer. Lekker. Waarschijnlijk is die al weg. Oké, ik ga lopen. Dat dacht ik niet. Ga ik. En ik denk dat hij zijn ult ging gebruiken. Dit is zo boosie. Ze gingen. Ja. Min 5. Oh, zo'n jammer. Ik push morgen wel ochtend. Ik ga wel nu even met Bie spelen. Oh ja, kijk. Ik laat even gevechtslog. Het is
Sorry. Hier had ik gelijk plus 5. En dat was de laatste plus 5 die ik nodig had. Dat boeide niet. Ik ging dood door die brok. Maar dat boeide me niet. Maar ik wilde gewoon naar het dood gaan. Ik moest tegen een 13.000. Een 17.000. Een 13.000. Ik ben zelf met 14.000. 11.000. 10.000. Hoeveel moest ik net tegen? Zie ik zo wel. Ik ga nu een bordje. Nou, als ik echt tegen met Shelly en zo moet, dan moet ik echt tegen pro's. Dus ik wil eigenlijk wel gewoon zo snel mogelijk omhoog gaan. Kijk, ik ga deze pakken hier, want dan ben ik wat sterker. Speed moet je gewoon krachtpunten hebben. En ik heb ook een tip gekregen in Duo Showdown, hoe je best een beetje kan spelen. Dus dat wil ik een keer ook gaan... Ik wil misschien ook een keer... Dan de map die ik dan heb uitgelegd gekregen. Dat ik voor jullie ook ga uitleggen. Willen jullie dat? Ik kijk zijn naam van Sir Nielsen. Goeie gast. Die maakt goede video's. Die laat ook zien hoe je het beste naar 1000 kan pushen. Hoe hij heeft ook dik naar 1000 gepusht. En zo heeft hij me zo is het mij ook gelukt om dik naar omhoog te hopen. Kijk, 3 krachtpunten. Dan ben ik best wel sterk als Sabi. Maar zo heb ik ook geleerd. Kijk, tik moet je altijd 1 schot overhouden. En je kan altijd. Schot overhouden. En je moet altijd net een beetje voor aimen. En nooit auto-aimen. Altijd auto-aimen op de kisten. Maar niet op de mensen. Dat is altijd. Doen mensen dat? Dat is niet slim. En je moet. 3 bommen op 1 plek is niet handig. Dat helpt toch niet. Dus doe dat niet. Dat is ook een tip die ik kreeg in de video. Mortis kan niks. Waarom ben je zo poes om aan te vallen? Genie heeft Mortis gekild. Dat is zo zielig. Genie gaat eraan. 100% nu. Oh mijn god. Ik heb gewoon gewonnen met chill spelen. Kijk. Kijk, nu ben ik alweer rank 18. Dit gaat altijd lekker met knokkers pushen nu. En ik wist gewoon allemaal nog gewoon... boeien. Oh, dat is mijn vriend, de spaalkaart, boeien. Kan ik ook gelijk wat laten zien. Oké. Over de zwan onder. Dan moet je onder een beetje houden. Dus die doos pakt hij. Want onder spannen altijd namelijk 2 teams. Daar spant het team. En boven spant het team. Oké, hun spelen zo. Hun gaan via het midden. Oké. Dit is een team. Wat we nu moeten uitschakelen. Hij heeft een krachtpunt gepakt. Goed zo. Oké, mijn team het komt. Goed zo. Even healen moet ik. Anders ga ik dood misschien. Zo, mijn team is dood. Dan ga ik hier zitten. Je moet altijd onderhouden. Oh mijn god. In deze map moet je onderhouden. Oef. 2-1, hij is er weer. Oeh, dit gaat lastig worden als hij er zit. Als die Crow er zit vooral. Ja, ik word gesandwiched. Oh, oké. Als je wordt gesandwiched, dan weet je al dat je dood bent. Ik werd namelijk gesandwiched. Hij is niet goed met Max, zie ik. Knokken voorstellen. Oh mijn god, zo gezicht. Oké, Penny is een goeie. Penny is een goede gast. Hij heeft GT Max eigenlijk. Maar hij moet even Penny wasten, jongen. Wees Penny of een kikje. Dat ik die vind ik gewoon. Als een andere van mij voorgesteld, misschien dat doet ze wat. Kijk, wat doet ze, jongen. Onze hoogste als een club die is echt goed. Welke knokken moet ik kiezen?
Is niet lastig, pennygast. Pjenny, pjenny, pjenny. Zie je toch? Oké, ik doe het heel even, jongens. Want mijn wifi... Ik kan me eruit gooien, maar ik heb al 80% van mijn MB. Dus ik moet even opschieten. Dus vandaag de... zo, knokken voorstellen. Penny. Oh, hij is geliefd. Oké. Okay. Oké. Dat was de melding die ik wilde krijgen. Want mijn wifi, ja, die is een beetje cracky. Slecht dus. Ja, ik neem ook niet veel op, zoals jullie weten. Maar het is ook niet dat ik elke dag moet op gaan nemen. Mijn laad is zo langzaam, dude. Oké, we verlaten. Teamcode verlaten, boeren. Oké, kan ik eens naar beneden scrollen? Kan ik? Kan eens kijken. Doe maar. Henkie. Jongens, ik zet even mijn spel opnieuw op. Ik ben zo bij jullie terug. Ben er weer. Ik heb even gewoon even geregeld. We gaan even Henkie uitnodigen. Henkie, doe mee. Gaat dat niet zo hè? Met 23.000 trofies. Eindelijk is er Penny. Oké. Oké, bij boven moet je altijd naar de zijkant gaan. Want hij gaat waarschijnlijk naar midden, ja. Nee, hij volgt me. Hij wilde mij volgen. Dan pak ik deze hier. Het is altijd handig om deze hier te pakken, te stip. Altijd dat deze pakken. En dan moet je altijd de zijkant teams gaan pushen. Want die zijn namelijk al... Die pushen dan naar beneden en die krijgen dan een sandwich. Kijk, en zo hebben we nu al gewoon... 5 krachtpunten kunnen we hebben. Boven is altijd de beste spam, want je hebt de meeste dozen. Dus. altijd boven spam. Het geluk hebben. En zo dan ga je een beetje naar beneden lopen. En dan kan je ze een beetje via beneden pushen. Als ze beneden, hier, kijk, zie je hun. Hun zitten nu daar. En hun die pushen we dan een beetje uit. Oh nee, ik push veel te veel. Maar nu zitten hun in de sandwich. Nu zitten hun in de sandwich. En ik... dood als je niet oplet wat die pijperjongen die doet zoveel damage. Maar we hebben nu al het team uitgeschakeld door sandwich. Zo moet je altijd gewoon blijven proberen te sandwich. Zo schakel je makkelijker teams uit. Door een sandwich in duo. Maar solo is het ook handig om een sandwich te doen. We zijn dood. Halleluja, hoe overleef ik dit gat? Ik ben echt goeie guy. Ik overleef het best wel goed. Ik ga weg. Ik wil niet zo meteen in de sandwich komen. Dus ik loop weg. Om een sandwich te voorkomen. Vaak kan je ze ook best als je beneden spant naar boven andere iemand aan pushen. Omdat boven vaak de meeste mensen zitten. Die is echt bijna dood gewoon. En er weer turret staan, dat is lekker. Kijk, hun zitten in de sandwich, dus hun gaan nu dood. Showdown, lekker! Ze denken dat ze hadden gewonnen, maar als
Mijn teammate is er. Hij staat in de storm, dus hij gaat 100% uit. Adela gemeen, slim uitspeeld. Maar wij hebben gewoon tweede geworden omdat hun eerder doodgaan in de storm. Zo moet je een beetje spelen. Je moet gewoon geluk hebben. Maar als je het midden hebt, op een gegeven moment dan ben je wel in. Maar het midden kan ook een nadeel zijn. Vanwege namelijk het midden, die kan gewoon door iedereen kan die gepakt worden. Oh ja, en ik heb 40 sterrenpunten. En ik ga... boos ook een goede keuze, ja. Ik ga de... Natuurlijk die sterrenpunten gebruiken voor die megadoos en die grote doos. En ik ga... dus de... De doos... het regen. Maar... ik kan natuurlijk... Oké, hun hebben geen dozen. Dat is een voordeel voor ons. Want dan kunnen wij namelijk zo hier kijken. Ik kijk altijd hier in de hoek hier. Want vaak vergeten mensen die. Maar hier hebben ze geen hoek doos. De ultas reloader van Bo. Dat is zo overpowered, de ult reloader. De ult wordt automatisch opgeladen. Dat is echt overpowered. Die Piper is wel one-shot dood, hè. Oh, die Piper. Die Piper. Die irritante Piper die achter mij aan het wild zitten. Maar zij zit in een sandwich. Want achter hen is ook een team, maar ze snapt het volgens mij niet. Oh, en ze staan ineens daar. Oké. Slecht uitgespeeld van ons. Kan ze dood zijn. Wij zitten nu in een sandwich, dus we moeten hier wegkomen. Ik schiet daar gewoon op. Tien frieken krachtpunten. Oh. Vierde. Ja, dit is vaak is het ook lastig als je niet echt een... Vaak zit je zelf in een sandwich. En dan moet je gewoon, ja, min. Alsof je dan... Kom aan, dude. Ik ga even kijken. Sennespook. Even kijken. Ik moet even iemand hebben die redelijk hoog is, maar wel knok is die ook wel laag. Hem vraag ik nu maar eens offline blijkbaar. Bogodan zit in een eigen. Ik kan Legendary even vragen. Weet je dat we het spelen wel even zelf solo. Oké, dus we kunnen wel even solo met je spelen. Oké, wij spannen nu hier. Hij heeft niet solo laten zien. Maar hij kan wel een beetje solo. Je moet altijd gewoon een beetje hier uitspelen. Het midden is nooit chill om te hebben. Die Barley die zit daar nu vast. Die weet als ik mijn shot op hem laat los, is die in zijn dood. Maar die Barley weer gaat mij proberen op afstand te houden. En dat is slim. Ja, precies. Dat doe ik gewoon zo. Kijk, nu moet hij van positie ruilen. En nu zit hij vast. Nu zit hij gewoon vast. Op een gegeven moment gaat hij toch... Vaak heb ik dat gehad, dat ik hem dan mensen gewoon tot de storm kan leiden. Maar nu lukt het. Kijk, nu zit hij in een sandwich. En die wie? Die is dood. Nee! Oh, nee. Ik schoon mijn shot mis. En als je als B shot mist, dan weet je dat je als je tegen een B gewoon dood bent. Ik had dit makkelijk kunnen uitwinnen. Ik had makkelijk kunnen uitspelen met een win. Oh, moord is oké. Oké, nu ga ik gelijk voor die bovengras, want die zou me nog wel kunnen uitschakelen. Als B moet je niemand vertrouwen. Stip, als B moet je niemand vertrouwen. Zo. Ik heb een super shot. Ik ga nog niet doos openen. Ik zie daar iemand. Ik ga mijn super shot maar gebruiken op de doos. Ik kan er toch niks mee. Hij pakt nu die doos. Ja, maar anders wordt die brok ook wel te sterk namelijk. Hierboven staat nog een doos. Ik weet nou niet of ik hem kan pakken. Hij is net kapot. Dus ik kan hem net nog pakken. Vooral als B heb je nou niet veel HP, dus je moet wel een wat krachtpunt hebben. Pakken we wel van deze. 1300 damage doe ik. Dat is best wel redelijk veel voor een B. Vooral als je ook zo met je super shot hebt, dan doe je echt heel veel. Als je veel krachtpunten, 1400. Het is steeds 100 damage meer als je een doos opent. Oh nee, die brok de kill maakt me een kill.
Maar ik ben op best wel een afstrange. Ik denk dat die Mortis er nog dood is. Volgens mij was de Mortis al dood. En Frank zit in het midden bij de... Oh mijn god. Oh mijn god. Oh! Hoe dan? 72 HP had ik nog. Is me dood. Ah, ik had het kunnen... Ah, ik liep precies de shot in. Maar wel twee, hè? Maar... Je moet altijd gewoon een beetje weten hoe je knokker werkt. Ik weet bijvoorbeeld hoe B werkt. B is afstand, dus range. Je moet altijd range houden met B. Zo werkt... Je moet je een beetje kijken naar hoe werkt die knokker. Wow, doe ze voor midden. Maar je moet altijd dus weten hoe je knokker werkt. Dus bijvoorbeeld Jackie, dichtbij. Je moet mensen pushen. Als B moet je juist mensen op afstand houden, zoals nu. Jackie gaat natuurlijk naar midden. Want dan zeg ik kapot van dozen. Dus Jackie wordt kapot sterk. Maar dan kan ook je dood zijn, want midden kan iedereen tegenhouden. Maar Jackie is volgens mij alles. Ja, 5 krachtpunten lagen in midden. Kijk, en Jackie, de push je nu mensen. Met zoveel krachtpunten. Maar kijk, nu ben je ook echt in een sandwich. Ja, zie je? Sandwich. Nu ben je en nu probeert ze uit de sandwich te komen. En nu gaat ze ook pushen, die Pam. Pam, die speelt niet goed uit. Kijk, die... Zie je? Die... Hij is allemaal krachtpunten aan het pakken. Je moet weten wat de range is van je knokker. Voor daar zit hij. Daar zit hij. Dus ik moet nu op afstand blijven. En gewoon wachten tot hij verstoffen tevoorschijn komt. Kijk, hij zit in een sandwich. Maar hij kilt ze met gemak. Van dichtbij. Omdat ze allemaal pushen als een... En nu ik op afstand blijven... Zit ik mijn super shots heb ik. Zo. GG. Hij is bijna dood. Omdat ik het makkelijk uitspeel op range. Je moet dus weten wat je range is van je knokker. Van dichtbij knokken moet je gaan pushen met veel krachtpunten al helemaal. Die heeft 10. Die Dynamite die en ik kunnen beter teamen. Want dan kunnen we hem verslaan. Dynamic teamen? Nee, oké. Okay. Dynamic wil niet teamen. Dus dan is het niet zo slim om nu te gaan spelen. Dus ik moet gewoon een beetje in de hoek blijven. Oké. Het gaat goed. Die Jackie die gaat mij nu pushen omdat ik hier ben. Zo, net niet. Maar kijk, je moet gewoon weten wat jouw range is van je knokker. En hoe die mee moet spelen. Die Dynamite gaat winnen, weet ik nu al. Want die Dynamite, die Jackie. Jackie gaat toch winnen. Dus die Dynamite had met mij moeten teamen. Dan hadden we gewoon uit kunnen schakelen. Maar dat deed hij niet. Niet slim gespeeld van hem. Kijk, bijvoorbeeld Piper. Die is hele range. Dus dan moet je op afstand blijven. Dick, daar kan je ook op afstand blijven. Meneer P, die kan best wel dichtbij. Frank ook. Maar bijvoorbeeld Brock, die moet ook op afstand. Je moet een beetje weten wat de range is. En dan weet je ook hoe je moet spelen. Oké, ja, het is redelijk. 1 doosje, dus dan pak ik hem maar. Midden zijn weer veel doosjes, dus als Jackie is dat best wel chill. Zoals net Jackie, die wint dan makkelijk als het naar midden gaat. Maar je hebt ook vaak ongeluk als Jackie. Die zit in de Pinari. Die had er een sandwich kunnen doen als ik erbij was. Ik probeer hem nu weg te pushen naar andere mensen. Dat deed ik ook altijd met Tik. Ik push de mensen allemaal naar een sandwich. Zoals nu, ja, sandwich is dood. Als je in een sandwich zit, dan ben je altijd gewoon dood. Deze in de P zit ook nu ook in een sandwich. Als het goed had uitgespeeld, hadden we gewoon hem kunnen killen. Ik ga nu zijn ult proberen te strooien. Maar dat is lastig op afspeed. Zijnde. En nu pushen ze mij in de sandwich met die Bill. Ja, nu zit ik in de sandwich met Bill. En dat door die Poco zat ik in de sandwich met 3 mensen. Van boven, zij en andere zijkant. Dan kan je het gewoon niet uitspelen. Dan weet je dat je dood bent. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig spelen. Want je moet weten welk idee om je heen zit. Maar ook weer niet. Oké, nu zie ik daar een Brok zitten. En normaal pak ik altijd die doos. Maar je kan het beste een beetje op afstand blijven met B. Dus ik ga nu even deze doos hier openen. Zo. Oh nee, dat mist echt niet echt. Die Brok zit daar.
Wel als ik die doos openmaak, dat daar iemand zit. Oké, ik probeer de bosje even leeg. Zie je? Hier, ik zei het. Ik ging hem pushen omdat ik dacht dat hij leeg was, maar er zat iemand. Zo moet je het... Je moet altijd weten waar die mensen zitten. En ik wist dat hij daar zat, maar ik speelde het niet goed uit. Zien, ik verlies een beetje doordat ik een beetje ook veel praat en niet oplet. Want ik had daar op afstand willen blijven, maar... Hier is ook een doos. En die doos die pak ik gelijk, want als bee heb ik krachtpunten echt nodig. Vooral in solo heb je echt veel krachtpunten nodig, want ja... Mensen hebben vaak veel krachtpunten. Een pijper die moet je pushen als bee. Als je tegen een pijper moet, dan moet je pushen. Pijper is nou niks op van dichtbij. Van afstand doet pijper super... Hoe verder afstand je zit met pijper, hoe meer damage je doet. Zo, zie je? Pijper komt niks op dichtbij. Dus die heb ik zo uit kunnen schakelen doordat ik dat weet. Je moet weten dat de range is dus van klokkers. Je moet weten of ze dichtbij goed zijn of niet. En van Ems die is ook voor dichtbij goed. Dus die moet je ook gaan pushen en niet op afstand gaan benaderen. Max die is voor allebei goed. Dus die moet je op afstand een beetje benaderen. Want met Bee kan je de range ingaan. En Piper ook. En bij Ems moet je echt gewoon voorop gaan. Want Bee doet het altijd op alles afstand. Damage dichtbij. Ems zit daar. Bee zit daar, weet ik. Dus hier zit de Max zit in een irritante situatie. Namelijk een sandwich. Kijk, als die Ems die pakt daar gewoon nu makkelijk. Maar die Ems die zelf... Niet goed, en heb ik nu ook dood, omdat die ook kapot zat. Low was. Dus zo moet je het een beetje spelen. Niet naar het midden gaan als BB. Oh, helemaal. Het moet tegen een tik. Die moet je pushen. Oké, die heb ik echt niet kunnen uitspelen. Dus B, die moest ik gewoon weglopen, dat deed ik ook. Tik. Die is dat. Die is dat. Ah, ik liep eens kogel, ja, als B. Ja, je... Dit was ook lastig als stick, want hij speelt er best wel goed uit. Maar als B heb je hem niet veel AP. Maar zo zie je. Zo heb ik jullie ook een paar tips gegeven. Je moet rustig spelen. Je moet weten wat de range is van je knokker. Hoe je het beste dus met je knokker kan spelen. En je moet gewoon de manier weten of die dichtbij goed is of zijn afstand. Dan moet je ook van je team, van de tegenstander weten. Ik geef een paar knokkers die goed zijn op afstand. Deze Mortis, die zou je als... Makkelijk op afstand kunnen benaderen. Van dichtbij kan hij nog damage doen. Jackie, die op afstand benaderen. Pam, op dichtbij en afstand allebei goed is Pam. Dus allebei kan je het proberen. Bibi, afstand. Barley, dichtbij. Dynamite, allebei op afstand en dichtbij kan niet goed zijn. Barley ook. Dus pas op voor die twee. Genie, afstand. Bo, die afstand en dichtbij kan je ze benaderen. Brok, allebei ook. Bee moet je helemaal niet benaderen. Zal ik jullie vertellen. Bee is te goed. Want Bee die heeft een super shot. En daardoor kan ze heel veel damage doen. Meneer P. Allebei benaderen. Kan Bee. Afstand of pijper afstand zijn goede. Frank. Afstand. Pijper dichtbij. Eetbit. Gewoon niet benaderen. Of een beetje pijper of Bee afstand hebben. Tik. Dichtbij. Want Tik is niet echt goed van dichtbij. Colt. Proberen met een pijper en Bee afstand te nemen. Jesse, die kan namelijk meer mensen hitten, dus ik zou ook met deze twee benaderen. Max, ook deze twee. Dus vaak zijn die chill matches. Bijvoorbeeld Penny, die zou ik ook allebei, maar deze turret natuurlijk. Rico ook. Spike, afstand. El Primo, afstand. Carol, afstand. Daryl, afstand. Goza, afstand. Poco, afstand. Ems, dichtbij. Deze niet de afstand, want die is niet goed range. Deze ook afstand en deze ook afstand. Zo zien jullie heel veel afstand, maar ook heel veel dichtbij. Maar dat was dit de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je dan een dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn video, op mijn kanaal hier beneden. En dan gaan we gewoon lekker door met deze video's. Ik doe ze niet elke dag zoals jullie zien. Maar ik speel ze wel voor jullie doe ik het. Het is gewoon voor mensen die het leuk vinden om naar te kijken. En ik doe het voor mijn plezier. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende. Brawl Stars video. Later.